God, wat moet ik nou eens kiezen? Hier zien we de regentessen van het Burgerweeshuis, van Adriaan Bakker. Die hingen altijd in het Burgerweeshuis en daar was ons museum normaal gesproken gevestigd, maar we zijn nu aan het verbouwen. Dus vandaar dat we nu tijdelijk hier in de Hermitage zitten, in Panorama Amsterdam. Zo'n 3,5 jaar zullen we hier zitten. En dit is onze collectiepresentatie en zij zijn meegegaan naar hier. Zeker bij het Burgerweeshuis waren het vrouwen uit de belangrijkste families van Amsterdam in de 17e eeuw. Rijke vrouwen, machtige vrouwen. Dus ja, hoe komen ze eigenlijk op die positie terecht van rijkdom en macht? Dan gaan we binnenkijken, dan kan ik het je laten zien. We hebben buiten hebben we een chronologisch verhaal over Amsterdam. Dus dan ga je van de 16e tot en met de 21e eeuw in grote stappen door de geschiedenis van Amsterdam heen. En hier binnen in het laboratorium laten we dan andere lagen zien, zoals ook hier. Een aantal van de olieverfschetsen die Jacob de Vos heeft laten maken. Dit zijn er, vergeet wat het te tellen, 20. En het waren er oorspronkelijk 253 die hij in zijn tuinhuis achter zijn pand op de Herengracht had opgehangen. En die vertelde de hele vaderlandse geschiedenis. Tenminste, de vaderlandse geschiedenis zoals de 19e eeuw ernaar kijkt. Dus heel veel stervende helden, martelaren, mensen die sterven voor het vaderland of grote gloriemomenten. Maar dit is ook de tijd dat musea ontstaan. In 1885 het Rijks, net ietsje later het Stedelijk Museum, net weer ietsje later Wijk. Maar wat je hier om je heen ziet, veel van de schilderijen en het erfgoed wat toen verzameld is, dat heeft wel degelijk die nadruk op macht en op trots en op rijkdom. Hier zien we een aantal van de juwelen van Sofia López Suazo. Dat was een 19e eeuwse steenrijke vrouw. Deze juwelen en allerlei andere kunstobjecten, maar ook een hele som geld. En ja, in de collecties komt nog steeds heel veel van haar dingen voor. Dus zij is een belangrijke vrouw geweest die in de 19e eeuw al voor musea in Amsterdam heeft gezorgd. En de nadruk op vrouwen houden we nog even vol, want dan krijgen we ook de eerste generatie feministen. Een portret van Aletta Jacobs, dat is het enige bruikleen in de tentoonstelling. Dit is Dora Haver en dit is het bureau van Wilhelmina Drucker. Ja, we eindigen de tentoonstelling met een uitspraak van burgemeester Halsema. Die zei bij haar inauguratiespeech dat Amsterdam is de belofte van vrijheid. Maar wij willen laten zien, ja, dat is zo. Amsterdam vindt en wil graag een vrije stad zijn. Maar het is altijd wel een belofte. Er moet altijd wel voor geknokt worden. Maar dan trekken we breder naar veel bredere tolerantie door het ook te hebben over queer zijn in Amsterdam, hoe dat werkt. We hebben hier een logo van de Gay Games uit die tijd. Ook naar racisme. We kijken hier uit op een werk van Raquel van Haver. Van Black Lives Matter en Kick-Out Zwarte Piet rond de tafel zitten. Eigenlijk net zoals de regentenstukken uit de 17e eeuw. En Raquel zegt ook van, ja, dit zijn de mensen die nu zorgen dat mensen zichzelf kunnen zijn in deze stad. En dat we voor gelijkwaardigheid staan. Nou, dat komt voor mij allemaal samen in deze doodskist. Deze speelde een rol tijdens de Black Pride in 2020 op het Museumplein. Een soort dubbele emancipatie die we moeten doen. We moeten en in onze zwarte gemeenschappen en in onze queer gemeenschappen moeten we ons ook nog emanciperen. Dus dit is voor mij echt wel een symbool van die belofte van vrijheid die alsmaar bevochten moet worden door al die eeuwen heen. Ook door de vrouwenemancipatie. En ik denk dat dat onze rode draad uiteindelijk is in onze tentoonstelling. De tentoonstellingen zijn al open en je kan komen en met je CJP-kaart is het €10 de entree en we hopen je snel te zien.